Super nieuws. Delen, 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 jongens. Het gaat beginnen. Oh, tot het nou zo snel gaat. Boh. Mensen, nou, wat gaat nou gebeuren? Ik verwacht nou totale chaos. Blijf gewoon allemaal rustig nou. Want wat gebeurt er nou? Ja, 43 agenten worden nou per direct in quarantaine gezet. Dames en heren, de regering is de politie aan het vallen nou. Super bericht. Ja, we weten het. Beter konden wij het niet hebben. Kijk het AD, kijk het na. 43 politieagenten in quarantaine. Ze gaan de politie aanvallen, dames en heren. En het zal binnen een mum of tijd tot deze jongens de straat op gaan. Want collega's van hun worden nou in quarantaine gezet. Dus ze zetten het korps, zetten ze stil. Super nieuws. Boah, eindelijk. Hier hebben wij op gewacht, mensen. Ik wel. Ja, blijf nou nog rustig, want nou gaat het heftig worden. Jongens, wat nou inschakelen? Kijk het goede nieuws. Wat gaat er gebeuren? AD heeft net bevestigd: 43 politiemensen quarantaine per direct. Jongens, de regering gaat de politie aanvallen nou. Dus nou worden de opa's, oma's, vaders, moeders van kinderen worden aangevallen. De hele horeca, entertainment, dansbranche, evenementen. En de politie is nou ook de lul. 43 politiemensen per direct in quarantaine. Dat betekent ja, dat ze dadelijk allemaal in quarantaine zitten. Dat is wat ook mijn petitie omging, dames en heren. Van eerst het spuitje voor die mensen, anders kunnen ze niet meer naar de deur. Ja, het werd tijd. Jongens, ik verwacht ook voor het weekend een chaos in Nederland. Hashtag burgeroorlog. Ja, wat hebben ze gelachen op Twitter, ja? Maar het is nou, het is, ja, deel dit bericht met mensen. Het gaat, probeer gewoon iedereen te waarschuwen tot ze rustig blijven. Want gaat de politie staken, dat gaat gebeuren. Ja, dan is er geen wetten meer in Nederland. Dan gaat het los. Ja, de politie zal het werk nou gaan neerleggen. Dat is wat ik ook dacht. Maar dat het alles in deze week ging gebeuren, jongens, een wappie had dit nog niet kunnen voorspellen. Ja, geen één wappie in Nederland had dit kunnen voorspellen, dames en heren. Ja, dank, chef, dank Trump. Ja, bedank hun, jongens, op je blote voeten en die wat er niet in geloofde, maakt niks uit. Ja, maar het komt allemaal uit, mensen. Het is een kwestie van tijd, zei Miguel. Gered kan ik niet zeggen, voor mijn gevoel begint het dan pas. Want 90% van de bevolking gelooft niet in Trump. Ja, die denken dat het een dictator is. Dus mensen, dan komt het pas. Dus ja, AD van Nederland, super bericht. 43 politiemensen zitten in quarantaine, dames en heren.